Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen, maar dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. En ik word bijgestaan door mijn goede vriend Joost van Hifte. Hallo. En we zitten hier live in het beste café van Hoven, De Pomp. En we hebben een opdracht gekregen van het publiek. Er was eens een crème glasboer die het altijd te warm had. Dus daar gaan we mee beginnen. Er was eens een crème glasboer die het altijd te warm had. Hoe was dat? Te warm, hè? En zo stond hij altijd in zijn crèmerie. Oh, ze, te warm, hè? Veel te warm, ja. Maar hij had het zo warm dat als hij niet snel zijn ijs verkocht, zijn crèmeglas milkshake werd. Te horen, ho. De kappen zien voor de maten waren van mijn crème, zeg. Als de pool kappen smaken. Hé, hoe zoek ik dan nog heel snel nog een proper bolletje crème kunnen draaien? Zei Karel. En Karel zat met een probleem. Hallo, zeg. Een groot probleem, ja, houd, hè, hoor, het is koud, het is koud. Het is te kostelijk ook, hè, het is te kostelijk, het is niet ecologisch niet meer, de mensen zijn er met tof, hè, hou. Moet van tegenwoordig een diepvries aan min 30 zetten, normaal een diepvries was vroeger aan min 20, maar nu aan min 30, hè. Warm, hè. Karel ging failliet puur aan de energiekosten om zijn ijs koud te houden. Ah ja, ben ik van achter een tijd van Vrije van den Bossen, kijk, ik heb een subsidie gekregen voor zo'n paneel, hè, hou. Het is te kostelijk geworden. Het is echt te kostelijk. Maar toch, zijn passie voor crème glas verkopen was zo groot dat hij het niet zomaar wilde opgeven. Dus verkocht Karel ijsjes in polyester. To fuck up the children. Daarvoor had hij geen diepvriezers meer nodig. Nee. Het probleem was dat elke klant maar één keer langskwam. En dan dood was. De moraal. Ja. Dus hij ging terug failliet. Er moest voor zijn probleem toch een oplossing zijn. Want het was niet alleen de opwarming van de aarde. Gewoon Karel zelf was gewoon een bron van de warmte. Warm. Hij straalde altijd zoveel warmte uit dat ook zijn vrouw, die het altijd koud had, 's nachts haar voeten tegen zijn voeten aan wreef om het warm te krijgen. Ze noemde hem mijn stoveke. Mijn stoveke? Godverdomme, zeg, waar heb je weer gezeten vanavond? Ik lig hier in de koede. Ik zie content uit u zit. Ja, vrouwen. Maar we zijn failliet. Ja, zei de vrouwen. Maar ho, je heeft nooit op, Karel. Je heeft nooit op. Je moet blijven gaan. En plotseling had Karel een geniaal idee. We verhuizen. Naar Antwerpen. Nee. We verhuizen naar een plek waar het echt altijd goed is. Oh, Karel, dat is een keigoed gedacht. En ze verhuisden naar het noorden van Noorwegen. Waar eeuwige sneeuw altijd op de grond lag. En je zal het misschien niet geloven, maar in het noorden van Noorwegen verstaan ze West-Vlamingen. Wat niet kan gezegd worden over Antwerpenaren. Het enige probleem daar ook was, niemand wil daar crème glas kopen. Nee, mensen zoeken daar Brusselse wafels. Dus begon Karel Brusselse wafels te verkopen. Maar nu moet u weten, een wafelijzer in het noorden van Noorwegen verbruikt enorm veel energie. Waardoor de aarde nog sneller opwarmde en opwarmde. En de poolknappen nog sneller smelten. En de ijsberen niet meer konden blijven op de pool. Kappen. Was het niet eigenlijk? Ja, poolkappen, Noord. Ja, Noordpool. Dus kwamen ze naar Noorwegen. En op een dag, Karel hoorde buiten van alles. En hij kijkt naar buiten en hij ziet daar honderden jongeren met van voor een zekere Aruna de Wever. Die kwam reclameren omwille van zijn warme wafels.
Ze werd bijgestaan door iemand verkleed in een ijsbeer. Een andere de wever had al ooit eens voorgedaan. En ze zeiden: Karel, zoek nu toch alsjeblieft eens een job die niet uw ecologische voetafdruk vermenigvuldigt maal 1000. En dus Karel in alle tristesse ging op zoek naar een job die CO2-neutraal was. En hij vond die job. Natuurlijk. Hij begon een pretpark. Met bijen. En hij liet alles aangedreven worden door bijenenergie. Nu moet je weten, in één bijenkast zitten 60.000 werksters, allemaal wijven. En zo werd Karel toch nog de rijkste man van West-Vlaanderen. Zijn 28e winkel ging nu open. Met bijen die alleen maar gekweekt zijn in België. Nu, wat is de moraal van dit verhaal? Bluffenhorn. Bluffenhorn. Je moet bluffenhorn. Dank u wel. Slaap lekker. Geronimo!